Het radiosportprogramma Zondagmiddag Live keek met een aantal gasten vooruit naar het nieuwe raceseizoen op Raceway Venray. Allereerst welkom Harry Maassen. Welkom Harry. We gaan in ieder geval even kijken, Harry, hoe is het allemaal ontstaan met wat jou betreft het racen en de Raceway Venray? Ik zeg, het is een hele lange weg geweest. We kregen namelijk in 2000 te horen dat het circuit verplaatst zou moeten gaan worden, of in ieder geval dat het gesloten zou worden. Nou ja, dat viel bij mij niet in goede aarde, dat kunt u wel begrijpen. Ja. Dus wat hebben we gedaan met de gemeente Venray en de provincie Limburg? Hebben we gezocht naar een nieuwe locatie. En we hebben eigenlijk heel Limburg onderzocht om een nieuwe locatie te vinden. Maar dat was niet makkelijk, want het was overal wel iets. We hebben toch dat doorgezet en we zijn samen met de provincie en de gemeente Venray dan op de goede weg gekomen. En later is er eigenlijk een circuit ontstaan aan de zuidkant van het circuit wat er toen lag. Jij zelf bent dus begonnen op het circuit in de Bergt, hè, NACO. Wat was dat nog voor een klasse wat je gereden hebt? Dat noemden ze vroeger de Speedway-klasse. Dat zijn eigenlijk open wielauto's. Daar ben ik in de jaren 70 druk mee bezig geweest. Tot ongeveer 74-75 en toen was het geld op. En toen was het geld op. En toen ging je sparen en toen heb je maar een circuit gebouwd. Voor dit jaar zijn alle datums bekend. Dus in april, tweede paasdag, dan gaan de wedstrijden van start voor de stokkerklasses en de LMV8. Goed, Zai. Wat ons betreft allemaal hier. We wensen jou een heel goed seizoen. Dat we met z'n allen veel plezier kunnen gaan beleven. Ook met de mensen die het moeten gaan maken. Want dat zijn de rijders natuurlijk. We hopen elkaar zeker te gaan zien op het circuit vanaf tweede paasdag, de eerste race. Jij moet weer een eindje verder, heb ik begrepen. Ik ga verder met die jongens als je het goed vindt. En ik wens je een fijne zondag verder. Dankjewel. We hebben in de studio op het moment de mensen zitten van de LMV8, de late model V8 met V8 motoren. En we hebben het al gehoord hoe dat die zo'n beetje in elkaar zit volgens mij. Wat waren het precies voor motoren, Barry? Chevrolet motoren. We gaan even een voorstellingsrondje doen. Ja, Joep Andriks, goedemiddag. Hoi. Joep, ja, van wat voor firma, wat dat is? Andriks Motorsport. We zijn in Venray betrokken bij de bouw van de racewagens en het leveren van de onderdelen. Oké, okay, naast jou zit de dame. Ja, goedemiddag. Ik ben Milou Metz. Ik ben 26 jaar en ik rij LMV8, ook op Raceway Venray. Ik heb eigenlijk altijd al gereden op Raceway Venray vanaf mijn 18e. Stokkerklasse voor een jeugdklasse op postrolt. Mm-hmm. En nou sinds het derde jaar in de LMV8 klasse. En misschien plannen, maar daar gaan we dadelijk over hebben. Daarnaast zit... Goedemiddag, ik ben Mike Kessels. Ik ga volgend jaar mijn debuut maken in de LMV8. Oké, okay, nieuwe rijder. En daar, Barry? Barry Maassen. Ik rij nu 3 jaar in de LMV8. En voor een BRL. En daarvoor nog iets, denk ik, hè? Ja, stokken Formule 2 en Hot Rod. Dus ja, jij weet er heel wat van. Barry, welkom. Dan eventjes de volgende microfoon erbij, ja. Ik ben Stefan Driessen. Ik ga inmiddels 30 jaar. Ik ben begonnen in de mini-stocks. Stokrot, Formule 2, 20 jaar. Toen BRL V6 en nu ook 3 jaar LMV8. Oké. Okay. En de laatste persoon die erbij zit. Ja, goedemiddag. Ik ben Mike Barten. Ik ben ondertussen 26 jaar. Als 6-jarig klein mannetje heb ik mijn debuut gemaakt op Raceway Venray. Dus eigenlijk nu al 20 jaar actief op Raceway Venray en daarbuiten. Ik doe hoofdzakelijk mensen begeleiden en prepareren van auto's en het onderhoud ervan. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat we nou eigenlijk zo'n beetje doen. Ik ben jaren geleden dus met Joey meegegaan, die al ook samen met Mike gekart heeft op het legendarische circuit in Venray. Ja. Welkom bij zondagmiddag live programma dat vandaag helemaal volledig in het teken staat van de autosport op Raceway Venray. Ik ben Ruud Hagens, eigenaar van Ruud Hagens Racing Team. En we hebben afgelopen 3-4 seizoenen met 1 auto gereden. En het volgende seizoen willen we met 2 auto's gaan proberen. En dat is toch Formule 2. Gaan we dadelijk zeggen, Formule 1. Inderdaad, Ruud, welkom. Mijn naam is Wil Goldstein en ik ben al bekend 40 jaar fan en voornamelijk dan van stokker Formule 1 races. Mooi, en daar hebben we. Ik ben Leon Renneberg. Ik ben de vader van Ivan Renneberg, die gaat dit jaar ook deelnemen aan de Formule 1. En ik heb jaren daarvoor bij Rien gesleuteld als monteur. Ik heb bij Hans Ubbelken gesleuteld als monteur, dus zodoende ben ik in de racerij terechtgekomen. Welkom, en jij bent? Hallo, ik ben Ivan Renneberg. Ik ben 22 jaar en ik start nu in de Formule 1. Ik heb nu 3 wedstrijden gehad,
Dus volgend jaar proberen we het hele seizoen erbij te zijn. Goed. En naast jou? Ja, Rein Ruitjens. En ik rij ook Formule 1. Al een paar jaar. Een paar jaartjes, hè? Ja. Rien, ja, maar om jou te beginnen inderdaad. De legend, hè? Rien. Rien Rutjes, jij reed al op de Berg, hè? Op de Berg en op de Beitel. In Den Bosch. In Nijmegen. In Gent. Ja, verschillende plaatsen. En heel veel in Engeland kregen ook. Ja. Hoe ziet zo'n dag eruit bij jullie als jullie gaan racen? De dag zit eruit, ja, je begint van tevoren al, dus in de week bij alles bij elkaar aan schavelen wat je mee moet nemen. Er is een heleboel werk om alles te laaien natuurlijk wat je mee moet hebben. En dan ga je naar de baan toe. Dan wordt alles uitgelaaien. En dan begint het spel gewoon. Ze beginnen met wegen. Je begint alles af te stellen, alles bij te vullen. En dan maar wachten tot je de baan op kan gaan natuurlijk. Ja. Dat is gewoon de racedag begint natuurlijk. From Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race. Zo, luisteraars van Omroep Venray, luisteraars Land van Kuik en ook de mensen die via de computer luisteren, allemaal welkom in het derde uur tussen 4 en 5 met de sporten, de klasses Raceway Venray. We gaan even een voorstellingsrondje doen. Ik ben Laura van Vuurt. Ik rij bij de Stockholm Formule 2 voor Team Grashoek. Goed zo, mooi Gina. En jij, kort bij de microfoon. Ik ben Kevin Munsters. Ik ga dit jaar debuteren in de Stockholm Formule 2. En weer een nieuwe. Goed. Marcel de Bruin van Hunter Racing Team. Oké, goedemiddag Marcel. Vertel eens, eventjes kijken. Even deze, zeg het maar eens. Wie ben jij? Teun Jansen. Teun Jansen. En jij bent ook een stokkarrijder? Ja. En wat ga jij rijden dan? F3. F3, samen met Danny. Danny Keizer, die ook een F3. Ja? Gas erop, hè? Goed zo. Dan hebben we... Ik ben Ramon Roeven. Ik rij National Hot Rod met een BMW Z4 voor het Roeven Racing Team. Pieter van Lochten van Recreatieparken Stillooien Steekhuis de Longhorn en van Longhorn Racing Team. Erik Roeven, komend jaar Mario Douw. En ondergetekende dan misschien wat kan hobbyen. Goed. Ik wens iedereen een hele fijne zondag voor dat daar kan. Ik wens jullie allemaal heel veel succes dit komende seizoen. En we zien elkaar op Raceway Venray. Bedankt. Dank je. Dank je wel.